ontwikkelingen in de landbouw hebben haar een weerslag ook op het landbouwonderwijs. Er komen minder leerlingen en er wordt op bezuinigen. Voor de praktiekskwallen in Oontjerk en zijn 55 instructeurs kunnen dit consequenties hebben. Gemiddeld zijn er alle weken staan 180 cursisten die het les volgen over de veehouderij. Rond de helft van haar zit op een middelbare landbouwskwalle of op een vervolgopleiding, de middelbare kader rundveehouderij. Door herstructurering in het onderwijs kan het aantal cursisten voor de praktiekskwallen flink weromrennen. Het ministerie van Landbouw had daarom bezuinigingsoankundigen voor het komende skwaljaar. En dat kan zo'n 6 instructeurs haar een baan kosten. Om ze de ontjouwings al jeder aankomen zeggen, hebben ze haar een mannen hier lien al juchten op cursussen voor buitenlandse groepen en er ben ik nieuwe cursussen ontwikkelen in een meer commerciële opzet. Een kwart van alle cursisten komt nu uit het buitenland. Ze kennen op hetzelfde stuit een groep Russische bedrijfsleiders wezen, dokters van de maatschappelijke medische dienst en boeren uit Spanje. Are you used to be on the bicycle? Ik ben begonnen in april 1970 en toen zeiden de praktiekskwallen de totale oors uit. We zitten toen nog in een oude huisartskwallen hier in het werk en daar weer toen heel weinig accommodage. Het weer echt improviseren wat we daar waar moesten. Weer net uit die aardje uit een mooi melklokaal, weer een veevoedingslokaal. Er weer net een liggenboksenstal, er weer alleen nog op dat moment weer een 12 frisse boetjes en weer onder. De accommodatie van de leerlingen wie ik volle minder. Wij zitten toen met de jongens op het Stanierstaat, dat is een jeugdherberg. En daar zitten een soort jongens in heel iets kermen. En nou, bij de tiert is dat gelukkig is dat ik verloren. De melk is in zin, hè? De melk is in zak. We zeggen wel eens een keer een heel enkele keer in Boetenland, maar dat weer sporadisch. En uiteindelijk weer in lesprogramma is ik helemaal naar de pienrechten. Ze wieneren, ze runeren. Er waren weinig mensen die toen nog een boetelandse taal konden. Ik herinner me dat die mensen uit Tunesië, Roemroem, ja, een beetje met de ziel onderweren. Wij konden net met hun praten en zij konden net met u praten. Maar fijn, wij hebben dat wat opstutsen. En, er zijn mensen in het boetelandse gingen, die hebben de ervaring op dingen. En nou, die mensen die in boetelandse wijs zijn, die kennen vier wat makkelijkste nou aan hun les aan. En daar ben ik speciale lessen en lesprogramma's binnen voor de boetelanders opzetten. Please. Keep it all in this hand. And how can you clean? That's a good deal. Ah, it will come in the third or in the fourth lesson. Aha. Yeah? Now we are just talking about the different systems and how to milk the cow. Because cleaning it needs more than one that needs nearly 2 hours to clean well the milking machine, yeah? Paulus Hettinga werkt het liefst met buitenlandse groepen, omdat die geen vast lesprogramma hebben. Ja, je les hier aan de middelbare landbouwskwallen, dan is alles is voorgeprogrammeerd. En dat kun je wel zijn periode, maar op een gegeven moment dan is dat te strak. En dan wil je graag eens kijken wat vrije les aan in dat kind. Je moet de buitenlanders, want elke groep is wel anders. Niet een keer een groep. He, nu heb ik een groep uit Rusland, maar nu heb ik misschien wel een groep uit Spanje. En aankomend week heb ik een groep weet ik, uit Zambia. Ja, dus daar zit van allerhande variaties zitten daarin. Doet wij filmen, winnen de Russen je krijgt een week. Ze blijven 6 weken. Ik vind het allermoeilijkste onder deze meisjes dat ik net rechtstreeks contact heb. Alles rent via de tolk. En ik weet alles nog te min van de achtergrond van deze meisjes. En stikje bij bietje, dan zal ik elke keer weer proberen om daar wel wat meer van weten te komen. En onderhand daarvan kan ik volle makkelijker inspringen op hun problemen die zij thuis hebben. En
dat vreugde wat tijd. Nou, je kan net in de eerste leskeer beginnen te vragen, jongens, wat voor problemen ben er? Nee, het is eerst een kwestie van wat kennis maakt, wat oppervlakkig. En dan elke les dan probeer je een beetje boven te krijgen van wat zijn de problemen, wat willen de mannen? En daar probeer ik daarop in te spreken. Het is mijn vierde groep Russen. En wat ik daarvan weet, dat is dat de bedrogen bijzonder groot binnen, de kolgozen. Hier zitten mensen bij, die hebben bedrogen bij. Die zijn groter dan de gemeente Tietjerkstradeel, of dat is vrij normaal. Die ben, dat ze groter binnen dan de gemeente Tietjerkstradeel. En die hebben, deze mensen die hebben ongeveer 400 werknemers onder zich. Dus je moet hier volle meer het management aspect maar hierin beloeken. De keuzes maakt ze, afwegen wat voor en nadelen binnen. Dan als je op specifiek onderdelen beginnen te werken. Wils de Russische bedrijfsleerder Strogje met haar les in de molkensystemen, kunnen Spaanse boeren op bedrijfsbezieten. Ze binnen een week in Oontjerk om nieuwe ideeën op te dwalen voor haar eigen bedrijf. En hebben van deze excursie subsidie gekregen van de EEG, haar lokale oorheid en een regionale bank. Ze krijgen ongeveer een week of niet een volle malken van de kei. Unas nueve semanas se le están alimentando con leche entera de la vaca. Ongeveer 400 kilogram malken per dag. Más o menos 4 kilogramos per día. Daarbij krijgen ze vanaf het moment dat ze hier in deze harken komen onbeperkt krachtvoer, onbeperkt heer en onbeperkt wetter. Y desde que están aquí, más o menos los 15 días. La finca que yo tengo en España pues es pequeña, es en Asturias, en un pueblo de Castañedo de Grado, Asturias. Y es una finca un poco mixta. Tengo una nave de ganado con unas 28 cabezas y me dedico también algo a hortalizas. Op het bedrijf van de familie Menendez werk je vier mensen. Hij, zijn vrouw en twee zwanen die al van school af binnen, maar geen oorwerk krijgen konden. TEG-maatregels haar boerken er een stuk dreiger op maken. Nosotros no estábamos, como se dice, preparados. Y por ejemplo, el litro de leche nos lo estaban pagando hace 3 años a sobre 45 o 46 pesetas litro. Y ahora nos lo están pagando sobre 38 o 40. Entonces han bajado en 3 años, en vez de subir, bajaron. Y otra de las cosas que tenemos mala es eso, que al ponernos la cubata, si nos dejaran producir más, más cantidad a menor precio se podría eso, pero claro, trabajar menos cantidad a menos precio pues es tener menos dinero y entonces lo hay que suplir con otras actividades, como en el caso mío es la horticultura. Y claro, ahora hay que ir a maquinaria moderna y a cosas modernas para ir abaratando sobre todo la mano de obra. Porque no es igual aquí, este señor está con dos puestos de trabajo, con mucho más ganado que yo, que estoy con cuatro. Entonces, claro, la rentabilidad de él va a ser bastante más grande que la mía, eso no cabe la menor duda. Ahora hay gente muy pesimista que lo ve muy malo, dicen que esto que no hay nada que hacer y que está acabado, pero yo no creo. Yo siempre me gusta el progreso, lo veo bien perfectamente. Y entonces yo creo que lo que pasa es que vamos a estar mal unos años hasta que la gente se estabilice y nos podamos equiparar al modo de trabajo de otros que van por delante. Tjeerd van der Kooi jouwt vaak roelieding zo'n cursisten van de praktiekskwallen.
wat variatie, dat vind ik wel leuk. En dat is, ik vind het gewoon mooi om mijn bedrijf te vertellen. En de middelbare landbouwscholieren en vooral middelbaar kader, die komen dan wel eens een keer met goede vragen en opmerkingen wat je als veehouder die voordeel bij mij dwang kennen. Nou, wie in je van de morgen de Spanjaarden? Wat voor vragen stellen zij het meest? Nou, ze hebben vooral belangstelling voor de vakkerij. Wat voor bollen dat er op de broek worden. En over quotering, daar werd ik nog wel eens wat vragen over gesteld. Van hoe dat regel is en hoeveel geld je betaalt om quotum te geven. En dat soort vragen werden er hoofdzakelijk gesteld. Van de maatschappelijke medische dienst binnen verzekeringsdokters 2 dagen in Oontjerk. Dit wordt haar eerste echte les in de praktijk. Ik werk als verzekeringsarts bij de GMD in Zwolle sinds ruim een half jaar. En in het kader van de interne cursus bij de GMD ben ik nu hier gekomen om een indruk te krijgen van het werk zoals dat een boer dat doet. En wat er allemaal bij komt kijken en hoe zwaar het is. De interne opleiding is verspreid over een periode van ruim een jaar. Waarbij in het begin het wat intensiever is qua tijdsplanning. En het begin eigenlijk gevolgd wordt door een aantal aanvullende dagdelen. Waarvan dit er één is. Oh, wacht even. Dit zit niet helemaal goed. Wat niet? Dit komt niet goed. Ja. Nou, dat komt gisteren niet. Ja, nee. Nou, nee, dat denk ik niet. Maar... Een paard pak je altijd onderaan het hoofd en een koe boven op de neus. Ja. Dank u. Is er ik? Ja, hou dit dan maar even vast. Binnen de interne opleiding is dit de enige echt puur bedrijfsgerichte opleiding waarbij je naar de plek toe gaat waar het gebeurt. Wel heb je de mogelijkheid om buiten de cursus om bepaalde andere vakgebieden te bezoeken en daar tijd aan te besteden om daar wat meer kennis van te krijgen. Dit is een algemene cursus die iedereen die nieuw komt werken bij de GMD volgt. Die wordt ook meerdere keren per jaar wordt die gestart. En iedereen doorloopt die in principe. En dus iedereen komt ook in principe hier op de praktijk van. En dat, dus met melk en minder hygiënisch. Je hebt veel meer werk van schoonmaken. Voor mezelf vind ik dat ik vooral leer hoe zwaar het werk is wat een boer doet. Wat erbij komt kijken, wat de lichamelijke belasting is die een boer ondergaat bij het omgaan met koeien, met vee, met voederen. Het op een tractor rijden, nou, dat soort dingen. Omdat je dat, je hebt er zelf geen ervaring mee. En het is toch prettig om eens aan de lijve te ondervinden wat dat betekent. Als elke die een eten had, en er zitten vaak meer dan 200 mensen aan tafel, beginnen de lessen met. Agatha Miedema jouwt de boeren les in het onderzoekje van molken op ontstekkings in het jaar. Aan hokkergroepen jouwt ze eens nog meer les. Nou, de middelbare landbouwskwallen, hege landbouwskwallen, die groepen. Maar daarnaast ik wel aan de buitenlandse cursisten. Dat begint nou voor mij wat meer te komen, omdat ik nou hier in het buitenland werken heb, dan kan je toch wat beter inleven in hun situatie. En dat is vooral dan onder cursus die 6 mannen durft en de praktijkskwallen zelf jongen.
Hoe kan zij het niveau van de verskate groepen inschatten? We weten vaak van tevoren al hoe het de boeren binnen of wat het studenten binnen. Die kennen ze van tevoren vreetje. Maar vaak praten we onderling. Ik wil eens even met mijn Corine instructeurs komen van wat voor groep is het dat de ene zo'n lesje heeft. Dan weet je al een beetje van wij je op voorbereiden kennen. Wat is het niveau van deze Spaanse boeren? De meesten hebben een soort ervaring. Ze hebben al hier zelf borkerijen. En ik denk dat het zijn gewoon boeren. Zoals je bijvoorbeeld denk in Nederland een groep, dat er een groep boeren in Nederland komt, vind je hetzelfde. Hè. Dat vind ik al wel vrij vergelijkbaar. Ik denk dat ik het leukste vind dat je aan de ene kant gewoon op een normaal bedrijf bezig bent. Dat je daar toch alles bij de hand hebt zoals op een gewoon bedrijf is. En dat je dat broeken om oren mensen cent te laten om. Dat je direct de praktijk er eigenlijk bij hel je bij het onderwijs. En doordat er verschillende groepen binnen moet je daarop voorbereiden. Je moet je lessen direct op aanpassen. En je ging er met een groep uit Afrika, heel awesome, toch dan met een groep die hier uit de buurt komt bijvoorbeeld. En dat is op zich wel leuk om toch met alle groepen toch je doel te breken. Dan is er wat leren van. Joris, hoe werd het zie je als wel? De test op een malke liet zien dat er in het jaar geen ontsteking zit. Er binnen geen vlakken in de malke. Ze cuentan los leukocytes in deze prueba. Sí. So, cuando hay muchos leukocytes, después viene más espeso con la grasa. De cursisten die hier saais mannen komen, krijgen een protte geval een beurs van het ministerie van Ontwikkelingsgeerwerking. En ik dat zal in de toekomst aannemen. Ja, de bezuiniging vind ik plaats op de ministeries en dergelijke. Een hoop studenten die hier komen vanuit het buitenland, werd indirect financierd door de Nederlandse overheid. En dan werkt dat eigenlijk wel weer van twee kanten. Dus dat je en rechtstreeks de bezuinigingen op de squallen hebt en misschien toch ik wel op het aantal cursisten. Dus daarom denk ik dat de squallen waarschijnlijk net groter worden zullen. Maar ik hoop wel dat er in deze farm zou bestaan bloot. De laatste les van de dag begint. De Russen melken de kei op een borkerij van de praktijkskwallen in Gietzerk. Vagwon is het de eerste keer dat ze melken. Ze wijnen aan de orenkant van de Oerhal in de regio Tjumen. Daar is de bedrijfsleider van Jedere Sofgozen, de grote landbouwbedrijven van de Oerhiet. En ze horen haar net waande, maar de organisatie van het bedrijf. Dit is het. Крупно рогатого скота, из них 1000 дойного. Хозяйство направление, значит, мясо-молочного в основном и зерновое. Работающих в хозяйстве 420 человек. Закрываем здесь. This one, two. Этот закрываем. Remove. This part. Снимаем. And close the jar. И закрываем вот это. De economische hervormings doggen haar en ik in de landbouw voor. De bedrijven bij deze Russen op werkje binnen daarom een joint venture ongeen met een Nederlands bedrijf. Verskate Russen gaan naar Oontzerk om nieuwe technieken te leren. Go ahead.
пожалуйста, начинайте. Давай. Значит, создалась компания у нас совместно с голландской компанией. Значит, название Рица, то есть мистер Бюргерс. Вот и сегодня есть возможность, ну, благодаря этой компании побывать в Голландии и поучиться менеджменту. У нас молокопровод, у нас нет такой, у нас привязанное содержание скота идет в базе молокопровод, все так же, аппарат цепляется, только сразу корова стоит на месте, если от нее сразу поступает в холодильную емкость. Сколько надои у вас средние коровы? Надои у нас небольшие, 3000 на купражную. Yes. The milk yield is very low, 3000 liters per cow. In Nederland is de opbrengst van een koe gemiddeld 6000 liter. Dit grote verschil leidt hem aan de inefficiënte bedrijfsvoering en aan de minder kwaliteit van het voer. Ну, корма, если сравнить с вашими, что применяют в Голландии, далеко сильно не, по, не отличается от наших. Мы пользуемся также и сеном, соломой для подстилки, сеножом или силос травяной, силос кукурузной пользуемся и концентраты. То же самое, только единственное большое у нас различие, что у нас часто попадает корма, бывает не сбалансирован, особенно это концентраты. Не хватает микроэлементов, значит, вот. Ну и у нас очень сжатые сроки погодные. Мы все равно имеем возможность 3 месяца заниматься кормами. Ну и тут побочная работа еще начинается, значит, и уборка, и все. Иногда у нас очень плохое хранение еще кормов. Поэтому качество кормов далеко, значит, желает лучшего у нас. Но, конечно, сравнивая с нашими фермами и здесь, естественно, что это большая разница, во-первых, и по количеству, и разная технология содержания совершенно, технология доения совершенно другая. Вот когда-то у нас тоже там мы начинали применять вот такие же доильные залы, но со временем почему отказались от этого. Вот. Я, это тоже мы сегодня еще раз убеждаем, что неплохая технология доения коров. Dat het boerken in Rusland veroorje zal, is Vladimir Lomakin duidelijk. Wat er veroorje zal, daar had hij nog geen antwoord op. У нас вот здесь мы ведем ваши законы с вашей технологией, наши технологии, мы все это сравним. Что у вас, что у нас. И, конечно, вот то достижение, которое достигли вы уже, особенно в животноводстве, она частично, может быть, даже и на 50% приемлема у нас в степени. Поэтому сегодня, изучая ваш опыт, мы, наверное, по приезду в состоянии изменить. Кейс Брандс jouwt zijn laatste les van de dag aan leerlingen van de vakskwallen. Maar dat we allemaal even aan boord komen. Probeer maar even. Dit gedeelte, deze helemaal niet komen. Nee, dat is de kroon toch? Nee, dat is de middel. Dit is de kout, die bobbel. Ja, die bobbel, dat is de kout. Vlaar? Hier. Jij hebt het hier erbij. Nee, ik heb niet, ik kijk niet. Nee, echt niet. Nou, dat is de plank dan. De kossen. Ja, hier voorheen. Dit zijn meestal leerlingen die hebben alleen lagere landbouwschool. Soms zijn ze begonnen aan een andere opleiding, maar hebben die niet afgemaakt. En ze volgen nu een opleiding van 2 jaar lang, 1 dag per week naar school en 4 dagen in de week werken op een bedrijf. Echt praktisch ingesteld. En zodra het verhaal te lang wordt, dan wil het niet meer. Dan is de aandacht weg. En dan dit? Dat is een lendenen. Lendenen, ja. En dan hier? Is kruis. Kruis. Deze? Ja. Heupen. Die? Ja, dat weet ik even niet. Koekoeksgaat? Nee. Zitbenen, deze. Oh, ja. Koekoeksgaten, die zaten hier. En die? Dat is koekoeksgaat. Kruisbanden. En dan hier, die 2 gaten. Koekoeksgaat.
Dat zijn koekenschapen. En deze? Dat is de sprong hongergroef. Hongergroef? Die? Wat is dit? Dat weet ik. De GMD, daar gaat het niet echt om, om de theorie, maar echt om de praktische handelingen van een veehouder, hè, om dat te kunnen beoordelen. Hè, wat gebeurt er zoal op een veehouderijbedrijf? En daar zijn deze jongens wel van op de hoogte, maar de meeste GMD'ers die komen wel in aanraking met veehouders. Maar ja, wat er nu precies speelt, wat voor moeilijkheden die mensen hebben, dat weten ze niet. En dat proberen we in 2 dagen bij te brengen. Je kunt niet zeggen, vaak schoolmensen, dat de ene keer gaat het niet, de andere keer gaat het wel. Dat geldt voor de GMD ook. Het lesgeven aan volwassenen is over het algemeen wel toch wel wat makkelijker. Ze komen hier vaak op vrijwillige basis en zijn wel gemotiveerd om wat te leren die week. Redelijk mooi. Dus schrijf het er even op, hè, bij vorm. Lang, breed, voldoende volume. Dan zet je het uit.